Van alles wat. Wat spannende dingen. Ja. Lufthansa ben je natuurlijk heel erg afhankelijk van wat er gebeurt. Coinbase is natuurlijk super nieuw. Just Eat, rare prijsactie met corona. Ja, het is een heel apart lijstje. Maar ik denk, risk is heel netjes gemixt. En potentieel zit daar letterlijk in elk aandeel wat hierin zit. Ik denk dat je een hele goede kans maakt. Hey, welkom bij de Opencash. Ik ben Chris. Hey, ik ben Mary. En we gaan in deze video weer kijken naar aandelen voor Q3. Want we hebben daar regelmatig de vraag over gekregen. In Q1 gaan jullie weer Q2 maken. Ja. En in Q2 gaan jullie weer Q3 maken. Uiteraard vinden we het leuk om op een rijtje te zetten wat voor ons interessant lijkt voor het aankomende kwartaal. Wat houden wij in de gaten? Waar kijken we naar? Welke springen eruit? En die gaan wij met jullie delen. We hebben vandaag 6 aandelen gekozen waarvan wij denken, hey, deze zijn interessant. We hebben geen thema hè, dit keer. We hebben een beetje echt van alles. Het is een goede mix. Alles wat. Het is een goede mix. Ja. We hebben wel vaker gehad dat we zeiden, oké, we zijn echt gefocust op tech op dit moment. Vinden we interessant. Kijken we naar is, volgens mij was dat vorige kwartaal. Ja. Dat we zeiden, de klappen zijn gevallen. Je kan nu gaan kijken naar posities. Hebben we ook mooie posities gepakt. Mooie winsten behaald. En we gaan nu weer kijken naar 6 nieuwe aandelen. We hebben inderdaad een hele leuke variatie gemaakt. Het gaat echt van links naar rechts. Maar ik denk dat het een leuke mix is met potentie. Maar ik denk dat dat op dit moment ook belangrijk is, want de markt is heel vreemd. We staan op verschillende indexen, all-time high. En als je dan naar de onderliggende koersen kijkt, is er gewoon een serieuze spreiding. Heel veel koersen zitten dus daar. In de top. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die nog steeds daar staan. En dat zijn ze. En daar probeer ik een mix tussen te vinden. Ja, die transitie die gaan we meemaken. Ja, maar daar zijn we echt van uitgegaan bij deze 6. Uiteindelijk is de vraag altijd, gaat er een correctie komen? Want het is toch niet normaal hoe hard we gestegen zijn? Ja, er gaat uiteindelijk een correctie komen. Alleen wij denken wel dat de aandelen die nu in die onderlaag zitten, ten opzichte van die aandelen die nu sky high staan, dat daar de verhoudingen dadelijk wel eens kunnen gaan veranderen. Dat die aandelen in de onderste regionen wat bijtrekken. En dat die aandelen die nu, noem het overgewaardeerd zijn, even een stapje terug doen, even pas op de plaats maken. En daardoor krijgen anderen misschien iets meer ruimte om stijging te laten zien. En ik denk dat we lekker moeten gaan kijken. En we gaan hem vandaag aftrappen met CRM. Ik denk we gaan GameStop, die meenemen. Nee, die staat wel in het lijstje. Natuurlijk staat die niet in het lijstje, maar dat is echt inderdaad insane. 16.000%. En gewoon ook gewoon na het hele pumpje weer gewoon nog een keer een redelijke. Ja, dat is, kijk, en in verhouding met de rest een redelijke. En grappig is, kijk, dit is gewoon pump and dump shit. Hè? Weet je, er is geen onderliggende waarde. GameStop zelf, het bedrijf, dat is bijna niks waard. Hè? Ook de CEO heeft gezegd, ja, dit slaat helemaal nergens op. Maar het is gewoon een speelbal geworden van speculanten. En ik vind een soort Dogecoin. Ja, maar en dat vind ik grappig. Want aan de ene kant, het is heel link. Hè? Je moet hier echt van afblijven. Dit is meer gokken. Maar je ziet dat regulators, die weten niet wat ze hiermee aan moeten. Nee, en dat is het grappige en het kromme ook. Want je hoort links en rechts bepaalde mensen over crypto-bands praten. En noem het allemaal maar op. Dan hebben ze het over die speculatieve kant die gevaarlijk is. Ja. Even serieus, dit is gewoon een Dogecoin. Maar dan onder aandelen. Precies hetzelfde. Dit is gewoon precies hetzelfde. Het vingertje wijzen naar crypto vind ik tegenwoordig niet helemaal meer terecht. Want dit soort gekkigheid gebeurt ook gewoon in de aandelen. Kijk, vooral in die eerste en tweede pump. Ja. Dat zijn gewoon hedge funds. Zijn gewoon kapot gemaakt door het publiek. En natuurlijk vinden wij dat dan wel weer mooi. Maar het speelveld verandert weer. Het speelveld is veranderd. Het is niet meer zo van, als jij een groot bedrijf hebt, als jij heel veel geld hebt, kan jij in je eentje de markt manipuleren. Tegenwoordig hebben wij social media, kunnen wij met elkaar heel snel iets organiseren. Ja, zo werkt het. Iedereen, de status quo, het is gelijk. Iedereen wordt gelijker. En dat is een positief ding. Ik ben hier niet per se voor. Hè. Ik ben niet pro dit. Daar gaat het ook niet. Maar ik vind het wel. Het wordt gelijk getrokken. Je hebt een handjevol mensen met heel veel geld. Ja. Maar je hebt een heel groot publiek
aan bevolking. En die gaan kunnen met z'n allen wel tegen die gaan dat bundelen. Soort... Ja, ja. Ja, dan heb je precies hetzelfde effect. Ergens vind ik dat inderdaad ook wel grappig om te zien. Maar de vergelijking richting crypto dan, want het is allemaal slecht en het is allemaal te volatiel. Ja, kijk dit even jongens. Het is ook crazy. Maar goed, we gaan eerst kijken naar Siren. Ja, het had daar helemaal niks mee te maken. Nee, het had er helemaal niks mee te maken. Maar ik vind toevallig het toevallig ook leuk. Dan, ja. Dan dwalen we een beetje af. CRM Salesforce. Hebben we nog mooie gesprekjes over gevoerd een week geleden. Even kijken. En is ook een nice aandeeltje. Even kijken. Ja, ik vind dit er goed voor staan. En je moet wel meenemen, dit is een Amerikaans bedrijf. Hè? Dus Amerikaanse bedrijven die doen altijd dit. Only ways up. En in de tussentijd corrigeren ze even. Dus het is wel heel anders als je je begeeft in Europese markten. Duitsland is ook wel redelijk zo. Maar ja, dan moet je rekening mee houden. Dus echt waardevermeerdering, echt groei. Je ziet hier gewoon een stijgende lijn. En daar is niks mis mee. Maar het gaat erom, altijd als je dit soort charts ziet, ook bijvoorbeeld bij een Amazon of zo, letterlijk hetzelfde chart. Ik pak gewoon even een logische erbij. Dan zie je dat er wel eens degelijk correcties zijn. Hè? Dus En die zijn ook best pittig. Ja, die correcties zijn altijd aanwezig. En ik vind op dit moment dat we een interessant punt benaderen. Als we dan even globaal wat levels plaatsen. Dit is wel trouwens heel mooi teruggetest. En dan gaan we iets doen wat jullie van ons niet heel vaak zien. En ik vind het zelf ook niet belangrijk. Maar het toont wel iets aan wat wij zelf al zien. Door middel van de leveltjes waar we altijd mee treden. Dat is dit. En dan zie je eigenlijk dat je een lokale neergaande trend... En we treden niet op de trend, maar ik moet het inzichtelijk maken. Nee, maar het is een weekly, hè? Dit is een weekly, dus het is wel degelijk een serieus neergaand trendje. Dat je hier gewoon constructie aan het breken bent en dat je hier aan het gainen bent. En wij werken altijd heel graag met gains. Zie je ook gewoon dat je hier een topconstructie aan het testen bent. Dat geeft eventueel weer het start zijn tot een nieuwe impuls. En dat is wat Amerikaanse aandelen altijd doen, is terugtesten. Trend breken, nieuwe highs. En dan krijg je gewoon de volgende impuls omhoog. En dat is wat ze heel vaak doen. En dat zou hier een teken van kunnen zijn. Dan word ik gelijk geïnteresseerd. Dus dit is sowieso ook... dit is wat je long-term in je portfolio opneemt. Dan ga ik even al heel globaal een box intekenen. Dit vind ik een mooi gebied dus om in te schalen. Moet ik even kijken wat het is. Nou, vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Vind ik een mooie box. Maar is ook weer het punt, want daarom ga je daar naartoe in de onderste regio van je box. Daar ligt ook weer het punt wat je niet wil verliezen binnen deze box. Ja. En verlies je dat, dan ga je wel een serieus stapje lager. Behoud je dat, dan behoud je de constructie ook intact. En dan is zelfs de gain nog niet eens altijd weg. Ja, maar je moet altijd heel... Met het gainen van levels denken mensen altijd, zodra die dus weer onder het leveltje komt, is de gain weg. Als er daaronder nog iets terug te testen ligt... En je test alleen dat terug, dus je gaat niet dieper als de terugtest, dan is de gain nog niet weg. De gain is pas weg als je ook het level dan wat je terug wilt testen verliest. Dan is het weg. Kijk, wij kijken natuurlijk onderliggend. We kijken totaal niet naar patronen, maar hier zit gewoon een heel kenmerkend patroon in. Het is gewoon het W-patroon. Heel veel mensen weten niet hoe je het moet traden, maar die hoor je ook zo te traden. Dus ik denk dat daar wel een hele mooie entry in ligt. 220, 224, 225, ergens in die regio. Kijk, en je moet hier echt long term over na durven denken. Dus ik ben ook even in de cijfers gedoken. Dit is echt een groeiaandeel, dus veel vrije cashflow. Dat wordt weer terug geïnvesteerd. Het bedrijf moet groeien. Als je dit wegzet en je laat de jaren staan. We staan nu op de 240. Waarom kan dit niet ooit $1000 worden? Heb ik het over een verviervoudiging, hè, van de huidige prijs. Het zou een hele mooie investment zijn. Goed, deze staat er dan niet zozeer in de onderste regio, maar staat er op dit moment wel heel interessant voor. Ja. Next op het lijstje is Orange. Orange. Dat is een hele andere... Ja, dat is weer een hele andere tak van sport. Even kijken, dan moet ik wel voor de goede... Ik zit altijd te kijken welke bij me pak. Volgens mij is het deze. Ook even de Amerikaanse notering. Ik denk niet dat er heel veel verschil in zit. Maakt niet zo even uit. Wat doen ze? Mobiele telecommunicatie. Daar is heel veel pijn. Dus je ziet een transitie, ook in data en zo. En wat ze ook doen. Wat voor concurrenten hebben ze?
Telefonica, Ericsson, Vodafone, dat soort bedrijven allemaal. Ja. En eigenlijk als je die daar overheen legt, dan zie je dat dit bedrijf toch wel een beetje achtergebleven is. En wat ik vooral interessant vind, is dat ze hier vanaf een hele grote haai, je ziet ook gewoon dat dit soort bedrijven toen heel erg, dat waren wereldspelers, zijn toen weggevallen. Het voordeel is ten eerste, dit soort bedrijven keren altijd een goed dividend uit. En met de bedrijven die ik daarnet heb genoemd, heb ik ook even in de cijfers gedoken, vind ik dat Orange er gewoon, ja, eigenlijk van die spelers het beste voor staat. En als ik dan zie dat ze relatief laag staan, en vooral wat ik dan vaak meeneem, is die corona high, of de laatste prijsactie voor corona. En dan zie ik al in één oogopslag, en dat proberen wij de mensen altijd te leren, een setup moet je eigenlijk binnen 10 seconden zien. Als je het niet ziet en je gaat zoeken, dan is het niet. Dat hebben we vaak ook in de stream. Als jij dan aan het analyseren bent, dan ben je af en toe 10, 20 seconden ben je stil. En dan zeg ik al, nou, dit is waarschijnlijk niks. Anders had je Chris al wel gehoord. Ja, dan ben je te lang bezig. Als je te veel moet zoeken en forceren, dan is de setup waarschijnlijk niet zo goed. Of in ieder geval een heel stuk minder. Even kijken of die er nog gaat komen, durf ik niet te zeggen. Dit wel. Maar hetzelfde als dat mensen altijd een blik werpen richting oude all-time highs. Dat vind ik altijd een beetje te, als je laag staat om te kijken naar een oude all-time high. Je kijkt naar de eerst voorgaande high. En dat is inderdaad voor die coronacrash. En dat is wat je nu wil gaan teruggainen. Dat is de kant op waar je op wil. Het is, je moet het ook vaak niet moeilijker maken dan het is. Stap je hierin, heb je tot de lokale range high 10%. We zitten er natuurlijk in voor deze test, maar voornamelijk voor deze test. Ik denk dat dat haalbaar is. 37% pakken ook ondertussen je dividend mee. En je hebt gewoon een bedrijf waarvan de cijfers vergeleken met anderen gewoon redelijk normaal zijn. Ja, goed. Dat is nummer 2. Gaan wij richting nummertje 3 en dat is Clorox. Ja, die hebben natuurlijk de afgelopen jaar goede zaken gedaan. Ja, wat maken ze? Niet alleen chloor, maar weet ik veel, schoonmaakmiddelen, doekies en zo. Ja, dat gaat als warme broodjes nu. Hè? Ja. Dus dat zie je ook wel in de prijsactie. Ja, maar dat dit is de... Ja, heel veel aandelen hadden een corona-dump. Dit was een corona-pump. 64-65%, want dit is normaal een super defensief aandeel. En het was ook natuurlijk te begrijpen dat dit gebeurd is. Want je zegt zelf al, we hadden dit heel veel nodig. Dit werd overal gevraagd. Dit was gewoon vraag en aanbod. Dat was gewoon heel veel vraag. En het aanbod werd gewoon steeds schaarser. En daarom zijn dit soort bedrijven in de coronatijd wel veel gegroeid. Ja, ze doen het nog steeds goed. Ze hebben onlangs een grote samenwerking met een vliegtuigmaatschappij afgesloten om daar ook spullen voor te leveren. En dat zijn interessante dingen, omdat dat hele long-term contracten altijd zijn. Dus daar word je altijd blij van. Wat we nu zien is die sell-off. En die sell-off is normaal, want ook, het maakt niet uit wat je produceert. Als jij parabolisch omhoog gaat, er komt altijd een correctie. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd, waar kan ik defensieve positie inschalen? Ja, je wijst hem al gelijk aan. Ik vind dat... Dat is gewoon een nette terugtest van meerjarige top, want je zit hier 2019, 2018, dat vind ik toch wel altijd prettig met aandelen, dat je gewoon meer prijsactie tot je beschikking hebt. Als je hierin stapt, ja, ik denk met de tijd kan daar een nieuwe all-time high komen. Hou wel rekening mee, dit is een defensief fonds, bestaat ook al super lang. Kijk, ik kan de hele chart erbij pakken, hier. Dat ding dat ding stijgt alleen maar, dus je moet wel gewoon in durven stappen. En kom je hiermee onder water te staan, ja, dan kan je even onder water staan, want 68, dat ding gaat gewoon stijgen. Dus veel interesse. Ik denk ook in de aankomende jaren, kijk, corona kan dadelijk voorbij zijn, maar ik denk zeker dat in de aankomende jaren dat we toch meer op die hygiëne gaan letten. En ik denk toch, doordat alles wat er gebeurd is, al hebben we dadelijk allemaal een prikkie gehad, al is het dadelijk allemaal weer redelijk koekenij. Ik denk dat dit wel iets is. Wipe, schoonmaakdoekjes en die handjelletje. Ik denk dat daarin dat blijft. Dat er wel een beetje in blijft, inderdaad. En ik denk dat dat daarom voor de toekomst ook nog steeds wel redelijk rooskleurig is. Goed, je had het net over, ze hebben een grote samenwerking met een vliegtuigmaatschappij. En we gaan echt van hot naar her. We hebben natuurlijk CRM gehad, een stukje software. We hebben het gehad over telecommunicatie is ook weer heel wat anders. We hebben het gehad over chloor schoonmaakmiddelen, is ook weer heel wat anders. En vliegtuigmaatschappijen, je kan er niet omheen. We hebben al vaker gezegd, wij kopen de pijn. Hebben we ook al regelmatig gedaan en we hebben daar al hele mooie posities in gehad. Ja. Maar ik denk dat als je kijkt naar Lufthansa,
dat daar nog steeds zeker wel potentie in zit. Jawel. We gaan allemaal weer steeds makkelijker vliegen. Je ziet alweer redelijk veel mensen op vakantie gaan. En dat gaat alleen maar meer worden. En we hebben al vaker aangegeven, je moet daarin zitten voordat dat echt losbarst. Ja. En het is nu een beetje aan het losbarsten. Dat ja, maar je hebt de kans nog wel. Je hebt de kans nog wel. Ik heb expres ook Lufthansa erbij gepakt. En niet de Amerikaanse airlines. Die hebben we al eerder aangehaald. Daar zitten we al in. Ja, er staan sommige aandelen staan al 150% in plus. Ja, weet je? En dan vind ik dat te veel. Op een gegeven moment kan je dan heel moeilijk nog instappen. Omdat je weet wel, die reality check die komt daar ook wel weer een keer. En dan denk je zo, ja, oké, het gaat nu weer naar uit. Maar we hebben heel veel pijn. Dan moeten we schulden in gaan lopen. Dat komt dadelijk weer. Dat besef daalt later in. Dat is hier nog niet gebeurd. Want hier moet de markt nog heel erg open. Als je ziet dat we eigenlijk... Lufthansa heeft een onwijs sprong gemaakt in de afgelopen jaren. En daarna een gigantische sell-off. En dat maakt mij geïnteresseerd. Omdat ik vooral kijk naar... je zit in het prijsgebied te zoeken waar ik zelf ook altijd kijk. Dit is het voordeel van aandelen. Hè? Je hebt die prijsinformatie. Wij zitten ook niet altijd op exact hetzelfde niveau. Maar we kijken doordat wij op dezelfde manier treden. We altijd redelijk in dezelfde richting. Maar zo zie je dat nooit iedereen exact op dezelfde manier zijn levels plaatst. Maar als je kijkt naar een entry in dit gebied. Dat is redelijk tegen de huidige koers aan. Maar ik denk dat dat wel kan in dit geval. Als je dan kijkt naar inderdaad wat de potentie nog kan zijn. Ja, dat is best wel flink. Dat is het. En ik vind altijd... is best wel flink. En komt er een correctie als dadelijk alles weer... Stel, alles gaat weer lekker en je stapt hierin, je maakt een positie, je gaat inderdaad hierheen en je gaat misschien zelfs hierheen. Ja. Ja, dan kan je inderdaad na zo'n soort parabolische stijging, kan je best wel zoiets hebben van, we gaan even winst nemen. Ja. En dat zal je ook echt wel zien. En dan kan je best wel een flinke correctie weer krijgen. En daar moet je rekening mee houden. Maar ik vind het altijd grappig, want wij komen uit een hele andere markt. Wij zijn heel erg geneigd om naar die prijsactie te kijken. Heel vaak als je ook met beleggers spreekt. Die kijken altijd alleen maar, die zijn juist gefocust op dit. Die zeggen, ja, neerwaarts, hier zit ik niet aan. Alleen maar pijn, standen onder water, dit en dat. Je moet wel begrijpen, charttechnisch is dit nu gewoon interessant. En upside potential is gewoon heel groot. Ook, want bij aandelen kijk je daar natuurlijk wel een stukje meer naar. Je had het net al over dat je in de cijfers bent gedoken van verschillende aandelen. Ja. Ook fundamenteel. Ja, dit natuurlijk wel interessant de aankomende maanden? Ik heb hem fundamenteel sowieso, want het is in een opening aan. Maar het is niet voor niets een reden dat ik Lufthansa pak en niet Air France. Omdat Lufthansa er gewoon beter voor staat als Air France. En daar kan je nog uitwijken naar Engelse airliners. Nou, die doen het op dit moment ook niet goed. Ja, wat blijft er dan over? Een airliner uit Spanje, daar hebben we er eentje van in de toren zitten. Maar dan is toch meer risico. Ja. Nee, is ook zo. Dus dit is in onze optiek ook een interessante om in de gaten te gaan houden voor de aankomende, aankomende kwartaal. Je hebt hem eigenlijk goed neergezet. Lekker defensief gewoon erin stappen. En hij mag er echt wel even onder komen. Hou er rekening mee dat je gewoon, als het even een slecht nieuwsfeitje en misschien een opening een weekje nog wordt verschoven... Dan wil jij juist gevuld worden, kom je even onder water te staan, raak dan niet in paniek. Want chart technisch ziet het er gewoon goed uit. Ja. Goed, dan hebben we er nog twee te gaan. Ja. En een van die dingen is ook weer een hele andere richting als wat we tot nu toe gezien hebben. En dat is Just Eat. Schommelt van links naar rechts. Ja. In de coronaperiode heeft Just Eat het heel goed gedaan. Ja. Mensen wilden allemaal thuis laten bezorgen. Mensen wilden allemaal lekker gewoon toch eten terwijl de restaurants dicht waren. Heeft gigantische stijgingen meegemaakt. En de laatste tijd is het iets meer neergaand wat wel weer een kansje biedt. Ik snap niet dat beleggers dit niet zien. Ik snap het niet. En dat bedoelde ik wat ik net een beetje aan wilde halen. Crypto-traders hebben hier minder last van, want wij zijn gewend aan dit soort prijsacties. Ja. Je moet nu juist super geïnteresseerd zijn in zo'n aandeel. Daarom zeggen wij ook altijd, als je crypto kan traden, is aandelen eigenlijk een stuk makkelijker. Ja, dit is peanuts. Even kijken, als we kijken naar meerjarige constructies, want je moet ook niet vergeten, dit was coronadip. Jongens, we staan gewoon ver onder die... Just Eat was met een onwijs opmars bezig. Ik zet deze er ook even bij. Vind ik ook Just Eat was met een onwijs opmars bezig. En dan in één keer, juist door corona, hebben ze veel meer voet aan wal gekregen. Ze zijn gigantisch gegroeid. Het is een onwijs groeibedrijf. Ze hebben onlangs een overname gedaan van, hoe heet het bedrijf? Grubhub. Hele grote Amerikaanse spelers. Een van de grootste Nederlandse overnames ooit. Ja, dit wordt gewoon een wereldspeler dadelijk. Ja. En, inderdaad, je zegt het goed, dit wordt. Want hier zit nog heel veel potentie in. Ja. Dit is nog lang niet afgelopen. Ja, maar kijk, mensen heel snel vergeten is waar we mee bezig waren. Dit is de corona
herbalancering of zo. Maar kijk even waar we mee bezig waren. Dit was gewoon een super nice trend hoor. Even serieus. Dit was gewoon the only way it's up. En nu krijg je de terugtest. Nu krijg je die kans om in te stappen. Hier ontstaat een box. Ik denk ook inderdaad, de vraag even wat ik erbij gezet heb, dat je box is. Ja, ik denk ook wel dat je staat wel redelijk laag of vergeleken met dit soort toppen. Je mag heus wel kijken om je ergens misschien agressief ook een beetje iets hoger nog. Dat doen wij dan meestal zo. Zo, kan je er nog even een klein positietje al tegenaan gooien. Ik verwacht hier een nieuwe all-time high van. Dus zeker met de overnames die ze hebben gedaan, het is een goed bedrijf. Dit is gewoon een lekkere mix vergeleken met wat er nu al in staat. Hier ben ik heel erg bullish over. Yes, goed. Als laatste gaan we kijken naar een stukje crypto. Oh jee, crypto. Dat deden we toch niet? We zijn toch bezig met aandelen? Ja, maar tegenwoordig staan die ook op de beurs. Want we hebben gezegd in het begin, Coinbase, kijk even de kat uit de boom. Ja. Doe even voorzichtig, ga geen gekke dingen doen. Maar ik denk dat in Q3 dat daar wel kansjes kunnen liggen Coinbase. Waarom? Daarom. Daarom. Ja. Kijk, en ik snap dat. Ik snap het helemaal niet. Je hebt een bedrijf als MicroStrategy. Dat die daalt. Oké, kan ik me nog iets bij voorstellen. Weet je, die hebben 120.000 bitcoins bijna op de balans. Dus als de bitcoin daalt, daalt het waarde van dat bedrijf. Ja. Dat staat op hun balans. Als Bitcoin daalt, daalt Coinbase ook. Dat is raar, want als Bitcoin daalt, kan je nog steeds. Het bedrijf zelf draait nog steeds. Ja, dat maakt geen reet uit. Nee. Dat bedrijf draait topomzet juist, omdat er meer getraind wordt. Dus ik denk dat dit ook dus nog veel misschien dan crypto-traders zijn die dan ook dit aandeel kopen. Omdat traditionele beleggers zijn misschien toch nog, dat is crypto, weet je. Ja, maar die wachten. Ja. En die zijn dadelijk te laat. Want ik denk dat je hier wel momentum verliest, dus aan het uitbodemen bent. Je bent hier letterlijk een mooie bodem aan het creëren. En dadelijk komen in één keer de cijfers. En de cijfers van Coinbase, die zijn heel goed. Nou, dan komt er een nieuwe prognose dadelijk. En ik ga je nu al voorspellen, dit jaar is nog beter geweest dan de periode ervoor. Dat in één keer iedereen denkt, hey, what the fuck, Bitcoin gaat omlaag. Coinbase verdient alleen maar meer en meer geld. Ja. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment interessant. Was hij in het begin overgewaardeerd? Ja. Hebben we ook iedereen voor gewaarschuwd? Dat is ook de reden dat we toen hebben gezegd, nou, wij komen er niet aan. Ja, dit is gewoon interessant. Want als je hier dadelijk eenmaal omhoog gaat testen. Ja, ik zit inderdaad een beetje deze kant op te kijken. Het probleem is, je mist wel prijsactie. Ja, alleen, daarom denk ik ook dat ik deze richting uitkijk. En dan niet om daar een entry te nemen, maar om daar eerst iets te gainen. Ja. En als we daar iets kunnen gainen en het terugtesten, om dan te gaan kijken naar een positie. En hier beneden, het is heel lastig, misschien op de hele lage tijdsframe, ook niet eens, het is allemaal af te dicht. Kijk, wij hebben hier op dit prijspunt hebben wij een entry genomen. Maar dat is nu dicht in feite. Ja, dat is nu geweest. Die staat in eToro erbij en in de Giro erbij. Daar zitten we nu al in de plus. Ja, dat is bottom play. Dat is gewoon afwachten. Ja. En Nee, maar ik denk inderdaad dat we echt meer richting een gain moeten gaan kijken. En na die gain, dat je dan ergens kan gaan kijken op een pullback om in te gaan stappen. Ik denk dat dat voor Coinbase het scenario zou zijn. Je wil eerst iets van positief momentum creëren en daarna ga je kijken naar een positie. Het hoeft niet altijd te zijn dat je aan de onderzijde gaat kijken naar een positie. Zeker in het geval dat er geen prijsactie is, dan kan je eigenlijk niks doen. Dan doe je dat wel, ben je eigenlijk aan het gokken. Ja. Nu kijk je gewoon, bovenliggend, wat wil ik gainen? En als we dat gainen, kan ik daar dan kijken naar een positie. Ik denk ook dat dit een bedrijf voor de toekomst is pas net gelist is in opkomst. Is mijn persoonlijk gevoel, ik denk dat dit een nieuwe all-time high gaat neerzetten. En dan zit je dus nu al op de $450 na zo'n verdubbeling voor je stack. Ja, nee, dat is zo. En dan hebben we het inderdaad over zo'n soort move. En dan kijk je inderdaad hier ergens naar een positie binnen die box. Maar je wil eerst daar wat gainen op een higher time frame. En dan op de pullback gaan kijken naar een positie ergens in die zone. Goed, ik denk dat dit een lekkere mix was voor aandelen voor Q3. Van alles wat. Wat spannende dingen. Ja. Lufthansa ben je natuurlijk heel erg afhankelijk van wat er gebeurt. Coinbase is natuurlijk super nieuw. Just Eat, rare prijsactie met corona. Ja, het is een heel apart lijstje. Maar ik denk, risk is heel netjes gemixt. En potentieel zit daar letterlijk in elk aandeel wat hierin zit. Ik denk dat je een hele goede kans maakt. Ja, en ik vind het altijd leuk dat wij juist altijd, wij maken echt ons eigen lijstje. We gaan ons verdiepen in de aandelen waar we het over hebben. Maar je te kijken,
Je hebt heel veel kanalen die dan iedere week met hetzelfde aandeel. Ja, dat heb ik wel eens gezien dan. Als jij 80 kanalen ziet met dit lijstje bijvoorbeeld, ja, dan ga ik dat lijstje niet meenemen. Ja, dat is dan hype, dat is dan een beetje gevormd. En ik denk dat wij hiermee wel weer een lekker out-of-the-box lijstje neer hebben gezet. Goed, vond je dit weer een leuke video? Abonneer sowieso even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op de duim, rank de video wat hoger voor ons in YouTube en is een blijk van waardering. Druk je op de bel, krijg je een notificatie als we een nieuwe video plaatsen en onderaan de video komen. Alle linkjes richting www.dopecash.nl vind je onder andere ons leerplatform, ons Discord kanaal, supportlinkjes, Excel sheets. Alles vind je op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later.